Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van Haaglanden Voetbal Totaal, waarin we gaan vooruitblikken op het voetbalweekend van 30 en 31 oktober. En dat doen we met het zaterdagvoetbal, de wedstrijd Semperaltjes Die Hagen. En in het zondagvoetbal zijn onze ogen gericht op het treffen in het Zuiderpark tussen ADO Den Haag en Velo. En verder een item over de opening van de nieuwe accommodatie van Vredenburg. Dit programma wordt u aangeboden door Oranje van Loondrukkers. We gaan beginnen met het zaterdagvoetbal. Wij kozen voor het treffen op Sportpark Hoekpolder tussen Semperaltjes en Die Hagen. Semperaltjes, een jonge ploeg, mist nog wat ervaring, maar toch onderaan staan met 0 punten. Dat is heel frustrerend. En dat weet ook trainer Ben van Dam. Ja, dat is frustrerend en ik denk ook dat het ons wat tekort doet. We moeten inderdaad heel veel jeugd ook heel snel inzetten op dit moment. Dat is een beetje noodgedwongen en eigenlijk voor sommigen komt het wat te vroeg. Nou, wist je van tevoren dat je een seizoen zou beginnen met ups en downs, maar dat je onderaan zou staan na zo'n 7 wedstrijden had je natuurlijk van tevoren ook niet ingeschat. Nee, absoluut niet. Dat is een enorme teleurstelling voor Semperaltjes en ook voor mij en ook voor de groep. Dat we dus met 0 punten onderaan staan. Eigenlijk 2, maar goed, we zijn nog voor 2 zijn we in discussie met de KNVB. Ja, dat is heel erg teleurstellend. Dat hadden we niet ingeschat. We hadden gehoopt om in ieder geval bij de onderste plaatsen weg te blijven. Maar goed, helaas, we zijn in dit dal terechtgekomen. En dan is het ook heel moeilijk met de jonge groep om daar ook snel uit te komen. Wat betreft die wedstrijd tegen GDA was dat, waar jullie ook wat punten minder kregen. Daar kwam je zelf ook niet ongeschonden uit. Nee, ook ik ben daar achter de lijn gestuurd door de scheidsrechter. Overigens terecht heb ik ook aan iedereen toegegeven. Ik vind de strafmaat die ik krijg ver overdreven. Maar goed, het is zo en dan moet ik het ook accepteren. Goed, als we even kijken naar de uitslagen tot nu toe. Ja goed, jullie hebben dan van Monster verloren, Nipt. Dat had hoger kunnen zijn. Maar toch al die andere uitslagen, het zijn geen echt wedstrijden waar je bent weggespeeld. Nee, alle wedstrijden die we tot op heden gespeeld hebben, en we hebben ook een aantal koplopers gehad, die jongens die nu bovenin staan, zijn we absoluut niet weggespeeld. We hebben ons aardig eraan kunnen meten. Maar je ziet dat je met zo'n jonge groep kom je dan toch wel fysiek wat tekort, maar ook op sommige momenten komen we tactisch wat tekort. Ja, en dat hebben we nu nog niet en dat wordt toch wel iedere week op dit moment afgestraft. Als we even kijken naar het aantal tegendoelpunten, dan ligt er waarschijnlijk ook daar in de defensie nog wel iets te verbeteren. Ja, de defensie staat niet helemaal. Ik vind ook niet helemaal fair dat je het alleen aan de defensie zegt. Want ik vind verdedigen begint al veranderen. Dus je hele ploeg is daar debet aan. Maar het klopt dat wij zeker bij balverlies staan we nog niet goed. En dan worden we nog wel te vaak verrast door onze tegenstanders. Of we lopen niet helemaal slim weg, zodat we dus een toeman tegen krijgen. Hoe moeilijk is het als je dan onderaan staat om toch de sfeer in zijn ploeg te houden? Ja, ik moet eerlijk toegeven, op dit moment nog niet moeilijk. De ploeg, en misschien ook omdat het zo jong is, komen gewoon elke week weer gretig trainen. En ik merk door de week niet zoveel van dat we onderaan staan. Ik moet wel eerlijk zeggen dat na de wedstrijden de teleurstelling bij iedereen steeds groter wordt. En dan heb je wel wat direct na afloop, dat de jongens toch met de hoofdjes gebogen in de kleedkamer zitten. Maar ja, de dinsdag daarna pakken we het gelukkig weer goed op. Het is nog niet zo dat ik een team zie die echt geslagen is. Semperaltjes heeft jarenlang geteerd op heel veel routine in de ploeg. Is, laten we zeggen, die overgang naar een wat jongere ploeg, is dat niet eigenlijk te rigoureus ingezet of misschien wel wat te laat ingezet? Ja, ik denk met name wat te laat ingezet. Ik ben nu 2 jaar bezig om de ploeg die er stond, hè, die Semperaltjes van de 4 naar de eerste klasse heeft gebracht, om die te gaan verjongen. Nou, het is nu op 1 of 2 spelers na is dat allemaal gebeurd. Dus we lopen met een compleet nieuwe selectie. Ja, en het is wel in een rap tempo gegaan, waar we nogmaals te maken met talenten. Maar niet iedereen is absoluut op dit moment klaar om in de derde klas seniorenvoetbal te spelen. Dan kijken we naar de wedstrijd van zaterdag. Die Hagen komt op bezoek op de Hoekpolder. Dat is ook een tegenstander die nog niet echt pot heeft kunnen breken dit seizoen. Nee, ik volg het een beetje via de kranten en via de internetsites. Ook Die Hagen heeft wat wisselvallig gespeeld, heb ik begrepen. 2 keer 4-4, dus dat geeft ook wel wat aan. Ze hebben een keer een mooie wedstrijd gewonnen en ze verliezen dan ook weer van PGS Vogel. Dus ook daar zijn ze natuurlijk best wel wisselvallig. Ja, en ik vind het wel een ploeg wat je in ieder geval kan zien en kan lezen, is dat het een homogeniteit is. En dat is wel de klasse van Die Hagen op dit moment. Afsluitend, even afwachten of je die 2 punten nog terugkrijgt. Maar toch, er is jullie alles aan gelegen om zaterdag in ieder geval van die 0 af te komen. Ja, we willen zo snel mogelijk van die hatelijke 0 af. Dat is zeker tekort. We doen onszelf daar heel erg mee tekort. Dus we gaan er zaterdag alles aan doen om de eerste 3 punten hier in huis te houden. En van het ene sportpark in Rijswijk naar het andere, dus van Hoekpolder, gaan we naar het sportpark van Vredenburg. Een totaal nieuw sportpark.
Afgelopen week werd het officieel geopend. Haaglanden Voetbal Totaal was erbij. Sprak onder andere met sportwethouder Dick Jensen van de gemeente Rijswijk. Dick Jensen, wethouder Rijswijk. Ja, voor mij moet een trotse wethouder staan. Als wethouder van sport ben ik een hele trotse wethouder. Absoluut. Zeker weer naar vandaag. Dit is toch weer een hoogtepunt. De opening van dit multifunctioneel sportcentrum. Vredenburg. Ja, wat moet ik nog meer? Het is het derde mooie complex in Rijswijk. Haaglandia en Hoepolder gingen al voor. Ja, en daar blijft het dan denk ik bij wat voetbal betreft. Wat de grotere voetballocaties betreft, ja. We hebben recentelijk nog een derde veld geopend. Een hockeyveld bij de Rijswijkse hockeyclub. Een waterveld, een semi-waterveld. Dus daar zijn we eigenlijk ook redelijk op orde nu. En ik heb nog één verlangen voor de binnensport. Dat is in ieder geval naast een aantal nieuwe sportzalen die er moeten komen. Een nieuw complex van de Marienbehal, want die is ook aan het eind van zijn latijn. Realisatie van het complex hier bij Vredenburg, ja, dat is niet zomaar over één nacht ijs gegaan. Nee, en is ook niet over slag, op slag of stoot gegaan. De accommodatie zelf niet, dat lukte niet voor de vereniging. En toen is er gelukkig vanuit de gemeenteraad een initiatief gekomen. En dat heb ik van harte omarmd en ondersteund en gepusht. Samen met de ambtenaren hebben we er hard aan gewerkt en het is uiteindelijk geworden tot wat het nu is. Het viel gelukkig ook nog eens een keer gelijk met de totale herinrichting van deze hele landgoederenzone. Dit enorme groengebied waar deze sportvereniging in mag verblijven. Dus dat viel eigenlijk heel mooi op elkaar. En zo heb ik met mijn voormalige collega Wouter van Putten samen hebben we ook de inrichting zo mooi kunnen maken van de omgeving. Ja, wat dat betreft is het niet alleen een kantine geworden, kunstgrasveld. Ik heb een beachveld gezien. Kortom, een schitterende accommodatie. Hartstikke compleet. En wat je noemt dus breed, multi-inzetbaar. Niet alleen voor de voetbal, maar ook voor een kinderdagverblijf zit hierin. Ook andere, maar ook tussentijds. Schooljeugd, men kan hier op het veld in feite altijd terecht. Hoe jammer is het dat een club als Juventus niet is meegegaan in het project? Ja, ik heb dat altijd betreurd. Jammer. Ik heb toch het idee dat men het of niet helemaal heeft begrepen of niet heeft willen begrijpen wellicht. Maar ik denk dat zij echt een kans hebben gemist. Ik hoop in ieder geval voor Juventus dat datgene wat ze nu aan het doen zijn, dat dan hun succes mag brengen. Want ja, het ging ons niet om Juventus de nek om te draaien. Maar wij wilden terug, dat was ook een uitspraak van de raad, naar een aantal multifunctionele sportcomplexen. Voor de voetbal 3. Nou, dit werd het derde complex. Als we dan even kijken naar de toekomst, ik denk dat dit complex net op tijd gerealiseerd is. Want ja, met de komende bezuinigingen had het anders wat moeilijker geworden wellicht. Het is altijd moeilijk. En wij geloven er gelukkig in Rijswijk met elkaar in. Dat je een aantal dingen toch zult moeten blijven doen. Absoluut, want niks doen is geen optie. Dat is uitgesloten. En ik denk dat je juist in een moeilijke economische periode, anticyclisch, nu zou moeten durven investeren in zaken waarvan je zeker weet dat straks het vliegwiel weer op gang komt van de economie. En dat gaat gewoon gebeuren. Dat je dan de boot niet mist. Dat je dan de puff niet hebt om op dat vliegwiel te klimmen. Je moet zorgen dat je erbij bent, dat je erbij blijft. En je moet dus gewoon met ontwikkelingen doorgaan. En het moment van finaliseren, dat kun je altijd dan nog wat uitstellen. Maar je moet natuurlijk nooit bij de pakken neer gaan zitten, want dat zou heel slecht zijn. Kortom, ook Vredenburg klaar voor de toekomst. Vredenburg absoluut klaar voor de toekomst. En ik verwacht ook heel veel van Vredenburg dat ze weer flink zullen groeien in ledental. En dat Rijswijk er weer een ferme Rijswijkse vereniging bij heeft. Die lekker competitie kan houden met de andere verenigingen in Rijswijk. Dat is goed voor de sport, goed voor de mensen in Rijswijk en de gebruikers van de complexen. Dan zeg ik ook maar een klein beetje goed voor de KNVB. Kortom, goed voor ons allemaal. Dan zijn we toegekomen aan het zondagvoetbal. Zondag belangrijke wedstrijden in de eerste klasse B. RKAVV tegen Kwik. Maar van dat duel uitgebreid in nabeschouwingen aanstaande maandag in ons programma. Wij kozen in de voorbeschouwing voor het treffen in het Zuiderpark tussen ADO Den Haag en Velo. Want ook daar is een periodetitel te vergeven. Haaglanden Voetbal Totaal ging langs in het Zuiderpark en sprak daar met de trainer van ADO Den Haag, Marcel Koning. Marcel, als we het team van ADO Den Haag van vorig seizoen vergelijken met het huidige team, wat valt je dan direct op? Allereerst natuurlijk het leeftijdsverschil. Als je naar afgelopen seizoen kijkt, dan was het toch met name jongens onder de 18 jaar. En dit jaar is het toch onder de 20 geworden, merendeels. We zijn eigenlijk uitgegaan dit jaar van een basis van 8-9 spelers onder de 20. En daarbij komen dan de afvallers van de A1 erbij. Die selectie bestaat uit 27 jongens. Nou ja, die gaan meestal met 18, 19 man naar een zaterdagmiddagwedstrijd in de Eredivisie Jeugd. En dan de afvallers die komen dan eigenlijk bij mij aangeschoven.
Je zou dus moeten zeggen dat het team zal met name ook fysiek wat sterker zijn. Ja, nou ja, dat merkte je eigenlijk gelijk in de voorbereiding al. Toen konden we toch wel aan een vaste basis bouwen. Eigenlijk de A1 van vorig jaar, de achterhoede en het middenveld, dat kreeg ik. En dan Mike van Duin en Ashraf Artemis, die starten bij BVO2. Maar je ziet toch dat die nu langzamerhand toch weer naar mij toe komen geschoven. En dat is toch een redelijke kern van vorig jaar A1. Als we naar de competitie kijken, jullie zijn nog ongeslagen. Eigenlijk in de laatste wedstrijd tegen Woerden, de kans is er nog, maar dan verspel je eigenlijk om direct al die eerste periodetitel te pakken. Ja, ja, nou, dat is de ene kant heel erg jammer natuurlijk. Vooral met name voor die jongens. Ze willen toch, voor hun is het min of meer toch wel een prijs. En voor mezelf natuurlijk ook wel. Alleen wij kijken toch nog wel naar de opleiding. Dat geef ik die jongens ook aan in het begin van het seizoen. En elke week blijven we daarop hameren. Van ja, we willen zo snel mogelijk dat er eentje of naar BVO2 heel snel doorstroomt. Of aan het eind van het seizoen dat we dan een aantal kunnen door laten stoten. Alleen daarbij komt natuurlijk dat je wel als team en als club voor een prijs gaat. En we willen toch met dit team volgend jaar in de eerste klas spelen. Goed, als we dan even kijken. Die tegenstander zondag is dan Velo, de naaste concurrent. En gelijk de strijd om de periodetitel. Ja, nou ja, dat is natuurlijk altijd denk leuk ook voor de jongens. Denk ook een soort leermoment voor de jongens. Er staat iets meer druk op denk dan normaal. Nou, met in de achterhoofd dat we eigenlijk nog nooit van Velo gewonnen hebben. Dus dat komt erbij kijken. Dus ik zie ons toch al een klein beetje als underdog. De meesten vinden ons het favoriet. Maar als je de afgelopen jaren bekijkt, hebben we eigenlijk elk duel verloren van hun. En ik als trainer vorig jaar ook 2 keer. Dus wij willen wel graag revanche. En met name, je kijkt natuurlijk wel over heel het seizoen heen. Dat je uiteindelijk aan het eind van de rit zoveel punten hebt. Maar zo'n periode in je zak is altijd meegenomen. De tegenstander van de tegenpartij van Velo, Corné van Doorn, zei voor onze microfoon een keer, als ADO punten gaat verspelen tegen Woerden, ja, dan spelen wij tegen ze en dan is de periodetitel voor ons. Ja, nou ja, hij heeft goed voorspeld in de zin van tegen Woerden. Een beetje aan onszelf te wijten gehad. Wel een terechte doelpunt was afgekeurd. Alleen, we hebben genoeg kans gehad om het te beslissen. Maar dat heb ik ook aangegeven aan die jongens. En ja, die jongens weten dat. En staat ons tegen Velo een zware taak. Alleen, ik denk dat we toch wel favoriet zijn. Goed, opleiden zei je al, is bij ons heel belangrijk. Maar toch wil ADO graag naar de eerste klas. Bij winst sla je wel gelijk een flink gat. Nou ja, ik denk dat ook wel natuurlijk ook belangrijk is. Kijk, die periodetitel. Ik denk als je aan het eind van de rit bij de eerste 3-4 eindigt, dan heb je sowieso een periodetitel. Dus dat heb ik die jongens ook kenbaar gemaakt. Dat vinden we niet heel erg belangrijk. Alleen ja, het gat is voor ons belangrijker. Want je slaat gelijk 5 punten als je wint. Goed, maar jullie hebben ook voor het seizoen nog wel eens een straatlengte voor gestaan. En toen ging het in die eindfase ook helemaal wat minder. Ben je daar dit seizoen wat minder bang voor met een toch wat oudere ploeg? Ja, ik, over het al het geheel seizoen moet natuurlijk nog blijken. Maar daar ben ik er wel minder bang voor. Om het feit dat we gewoon weinig jongens hoeven af te staan. Vorig jaar hadden we voor de winterstop moesten we in 1 keer 3-4 basisspelers aan de A1 doorstoten. Want die waren eigenlijk beter dan de tweedejaars op dat moment. En dat was wel een aderlating voor ons, en met name op middenveld. Je speelt nu met een toch wat meer vast team. Ja, nou ja, nogmaals, we hebben in de voorbereiding kunnen borduren op de spelervattingen, zulke soort dingen. Dat telt gewoon mee in die klasse. En als je dan ook nog 2 jaar ouder bent dan vorig jaar, dan zie je ook bij standaard situaties dat je toch redelijk kan meeconcurreren. En vorig jaar kregen we heel veel standaard situaties, kregen we doelpunten tegen. Tot slot nog even naar de wedstrijd van zondag. Ja, jullie hebben het voordeel dat je aan een punt eigenlijk al genoeg hebt. Ja, maar ja, zo benaderen wij absoluut niet de wedstrijd. Kijk, nogmaals, in de eerste plaats komt natuurlijk nog steeds wel het opleiden, maar opleiden is ook winnen. En dat geven de jongens ook mee, met name omdat er ook nu meer druk op staat, wat ik al zei. Dan is dat toch een klein, leuk iets voor hun natuurlijk ook. En iets meer druk betekent ook goed voor ze, denk ik. En als ze daarmee om kunnen gaan, ja, dat zullen we zondag zien. En met Marcel Koning zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Haaglanden Voetbal Totaal. Hartelijk dank voor uw aandacht en graag tot een volgende keer.